Wet minimumloon in behandeling in DNA. De Nationale Assemblée DNA heeft het wetsontwerp minimumloon in behandeling genomen. Voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Patrick Kensenhuis, ging in zijn spreekbeurt in op enkele zaken. Hij zei de wet minimumuurloon en dit wetsontwerp naast elkaar te hebben gelegd en gezocht naar de verschillen. Wat hem opvalt is dat in dit wetsontwerp een nationale loonraad in het leven zal worden geroepen. Er zullen ook sanctiemogelijkheden zijn die zullen worden toegepast bij het niet naleven van de wet minimumloon. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.